Ik ben heel blij dat wij iets kunnen vertellen over ons onderzoek naar de deportatie van Joodse jongens en mannen naar dwangarbeiderskampen in Silesië via een selectie in het station in Kozel. En zoals Annelies vanmiddag al verteld heeft, we hebben dit onderzoek en dit boek opgedragen aan onze hele goede vriend Jules Schelvis, met wie we op reis zijn geweest en van wie we buitengewoon veel geleerd hebben. Kozel is in de geschiedschrijving een heel erg weinig bekend verschijnsel. Daar zijn we ook achter gekomen en daarom ga ik toch weer heel even opnieuw de basisfeiten voor u herhalen. Tussen 28 augustus 1942 en 10 december, toen zijn er 39 treinen uit West-Europa, uit Frankrijk, België en Nederland, tot stilstand gebracht in het kleine stadje Kozel, ongeveer 80 kilometer ten westen van Auschwitz. En daar zijn door medewerkers van organisatie Smelt, een particuliere organisatie, zijn daar mannen, arbeidsgeschikte mannen, de meeste tussen 15 en 50 of 15 en 55 jaar uitgeselecteerd. En die mannen hebben dwangarbeid moeten doen in de dwangarbeiderskampen in Silesië, waarbij de meeste zijn omgekomen en een aantal anderen van daaruit naar Auschwitz zijn gestuurd als arbeidsongeschikte. Het was zelfs niet bekend in Nederland. Men wist wel een beetje van Kozel af en Nederlandse auteurs hadden daarover geschreven, maar het was zelfs niet bekend waar Kozel nou precies was. En er was al helemaal geen collega in Amsterdam die daar ooit geweest was. Dus we hebben zelf dat stationnetje moeten zoeken, gevonden. Het was een heel spannende ontdekkingsreis om erachter te komen. Ook om getuigen te vinden nog van mensen die meegemaakt hadden hoe dat Joden uit West-Europa daar aankwamen. Dit is het personenstation wat nog altijd in gebruik is en heel indringend was toen wij daar voor de eerste keer waren. Toen kwam er piepend een personentreintje tot stilstand en daar stapten wat dames met zware boodschappentassen uit en die liepen het dorp in van daaruit. Maar daar was het niet. Het was 200 tot 300 meter verder naar het oosten. Daar lag een oud goederenstation. En dit zijn twee plaatjes van dat goederenstation. De trein uit het westen die kwam aanrijden vanuit de kijkrichting van de linkerfoto. En die rangeerde dan op een zijspoor langs dat goederenstation. U kunt er de rails nog zien liggen. En toen werden daar de mannen uitgehaald en die moesten op het perron op de grond gaan liggen of die moesten geknield op het perron gaan zitten met de handen in de nek. De andere foto, ziet u datzelfde goederenstation, maar dan van de andere kant, een open plek. En daar stonden de vrachtauto's klaar waar de geselecteerde mannen op moesten stappen. En van daaruit werden ze naar de dwangarbeiderskampen gereden. U moet zich voorstellen hoe ongelooflijk dramatisch dat moment in Kozel was. Want, en nu praat ik even over de Belgische transporten en de Nederlandse transporten, de mensen die vanuit de Dossin-kazerne en vanuit Westerbork kwamen, die kwamen in personentreinen, 1942, en die hadden het tot dusver nog redelijk humaan gehad. Die hadden een zitplaats en die konden met elkaar praten. En die gingen naar het oosten omdat ze waren opgeroepen om daar zware arbeid te verrichten. En hun hart was natuurlijk vol van angst. Want ze hadden wel geruchten gehoord dat bij die zware arbeid in het oosten, dat daar slachtoffers vielen, dat daar ook mensen zouden overlijden. Maar ze hadden één grote troost. Ze waren met het gezin bij elkaar. En wat je in al die verslagen, in al die ooggetuigenverslagen van overlevenden leest, we waren gelukkig met het gezin bij elkaar en wij vertrouwden erop dat wij elkaar zouden steunen en onze vrienden zouden ondersteunen en dat wij door de hulp van elkaar en met Gods hulp deze ellende zouden kunnen overleven en weer naar België, Nederland, Frankrijk zouden kunnen terugkeren. En toen gebeurde dat verschrikkelijke in Kozel. De trein kwam tot stilstand en ineens was alle hoffelijkheid weg. Er kwamen mannen
de coupés binnen met zwepen en met stokken en met honden. En die begonnen gewelddadig de mannen uit de trein te slaan. En ook de jongens, vanaf 15 jaar. En u moet zich voorstellen dat een van de Nederlandse overlevenden, die getuigde daar heel nadrukkelijk en emotioneel over. Wij hoorden nog tot de levende tot die tijd, maar vanaf Kozel hield ons leven op. En toen zaten die mannen, of toen lagen die mannen op het perron van het goederenstation in Kozel. En tot hun verbijstering hoorden ze toen, of zagen ze toen, 20 minuten later, dat die trein met hun vrouwen en kinderen en met hun vrienden, dat die verder reed in oostelijke richting. Het is een belangrijk onderwerp om over Kozel te praten, want het gaat over heel veel mensen. Het gaat over bijna 10.000 mensen. En in hoeveelheid is het aantal slachtoffers van de selecties in Kozel in België en in Frankrijk de tweede in grootte na de mensen die in Auschwitz zijn vermoord. En voor Nederland de derde in grootte, omdat ook een grote groep Nederlanders in Sobibor is terechtgekomen. En dat zijn allemaal mensen waarvan wij vinden dat die een plaats verdienen in de geschiedenis, in de herinnering van ons allemaal. Het is niet te tolereren dat zoveel mensen in het niets opgaan en dat we niets van hen weten, dat we niet weten waar ze geweest zijn, hoe ze geleden hebben, waar ze gestorven zijn en waar ze eventueel begraven zijn. En dat er geen plek is om hun te herdenken en geen plek voor de nabestaanden om over hun te rouwen. Behalve deze morele reden om de deportaties naar Kozel te onderzoeken, is er ook een puur wetenschappelijke reden om dat te doen. Want als je de geschiedenis van de deportaties in Kozel bestudeert, en de geschiedenis van de mannen die daar de trein werden gehaald, dan realiseer je je dat hierdoor op de Shoah als geheel, op de Holocaust als geheel, een aantal accenten gelegd worden die meestal wat ondergesneeuwd zijn. Op de eerste plaats is duidelijk dat de Holocaust is natuurlijk een gigantische misdaad. Een gigantische misdaad die is begaan uit haat, uit antisemitisme. Dat was de drijfveer van de Holocaust. Maar je realiseert je dat daarnaast er een tweede drijfveer was. Want die Joden die waren niet alleen moesten het land uit, maar die Joden waren ook nodig, omdat de Duitse oorlogseconomie buitengewoon veel gebrek had aan arbeidskrachten. En als aan de ene kant de nazi's de Joden kwijt wilden, en van de andere kant ze ook niet konden missen als dwangarbeiders, dan leidde dat tot onbeschrijfelijk veel lijden, waarbij de term van vernichting door arbeid voor gebruiken. Dat is gewoon die eigenlijk niet voor dit doel is gemunt. Dat is één reden waarom het een ander licht werpt op de Shoah als geheel. En dan is er een tweede aspect van de geschiedenis van de Shoah die volstrekt onbekend is. Want datgene wat later in Auschwitz gebeurde en wat in Majdanek gebeurde en wat in een heleboel andere plekken waar Joden en ook niet-Joden dwangarbeid deden, wat daar later gepraktiseerd werd, dat is uitgevonden in Silesië door Schmelt, in de organisatie Schmelt. Schmelt was namelijk de eerste die geen eigen bedrijven exploiteerde waar hij zijn dwangarbeiders liet werken. Hij had puur en alleen een uitzendbureau voor Joodse slaven. Hij had de slaven en hij leende die voor een vast bedrag per dag uit aan bedrijven die daarom vroegen. Dat is één. En op de tweede plaats, en dat is nog eigenlijk cynischer, Schmelt is degene die de ziekenselecties uitvond. Schmelt was de eerste die onder zijn dwangarbeiders een onderscheid maakte, periodiek, tussen degenen die nog productief waren voor het werk en degenen die dat niet meer waren. En degenen die niet meer productief waren, stuurde hij alsnog naar Birkenau. En het is heel veelzeggend dat de allereerste massavergassing van Joden, die plaatsvond in Auschwitz, die plaatsvond in maart 1942,
dat de slachtoffers hier afgekeurde Joden van de organisatie Smelt waren. Albrecht Smelt, de naam is al genoemd, is de kernfiguur in ons verhaal. Albrecht Smelt die had namelijk de opdracht gekregen van Himmler zelf, van Heinrich Himmler, om de 50.000 Poolse Joden die in het door Duitsland geannexeerde deel van Opper-Silesië woonden, om die in te zetten, volledig in te zetten en uit te buiten ten dienste van de Duitse oorlogsindustrie. Hij deed dat geheel buiten de kaders van de SS en de concentratiekampen om. De mensen in de kampen van Smelt hadden ook geen concentratiekamppakjes aan. Die hadden ook geen Auschwitz-nummer op hun arm getatoeëerd. Die liepen gewoon in een burgerkloffie, meestal dezelfde kleren die ze ook aan hadden toen zij in Kozel geselecteerd werden. En Smelt kon dus beschikken over 50.000 Poolse arbeidskrachten. En aanvankelijk werden die vooral ingezet voor werk aan de Rijksautobaan. De Rijksautobaan, een grote verbindingsweg die een deel was van de weg die Berlijn zou moeten verbinden met de meest oostelijke, zuidoostelijke uithoek van het machtsgebied van de nazi's met de stad Odessa. Maar gaandeweg bereidde dat arbeidsterrein van Smelt zich uit. Niet alleen de wegenbouw, maar ook een heleboel andere bedrijven deden een beroep op hem. Ik zei u al, Smelt was een innovatieve en goede, een zakelijk goede ondernemer. En ik heb u al de twee redenen, de twee veranderingen, de twee innovaties die hij doorvoerde verteld. Het veranderen van het systeem van laten werken in eigen bedrijven naar het hanteren van een uitzendbureau voor slaven en de zieke selecties, waardoor hij de eerste was die arbeidsongeschikte Joden naar Auschwitz stuurde. Die organisatie Smelt was een buitengewoon, ook in zakelijke zin, succesvolle, vernieuwende zakelijke organisatie. En al heel gauw had Smelt eenvoudig aan zijn 50.000 Polen, Poolse Joden, te weinig arbeiders, te weinig dwangarbeiders. En toen ging hij opnieuw in onderhandeling met Himmler en toen vroeg en kreeg hij toestemming om daarnaast 10.000 mannen te selecteren uit de treinen die van West-Europa op weg waren naar Auschwitz, deportatietreinen. En dat zijn onze West-Joden, zo werden ze ook genoemd. 9.600 hebben wij er geturfd, maar dat kunnen er best nog wel een paar honderd meer zijn geweest. 9.600 waarvan we weten dat er 5.000 afkomstig waren uit de doorgangskampen Drancy en Pithiviers in de buurt van Parijs. Dat er 1.200 afkomstig waren uit de Dossin-kazerne in Mechelen. En dat er 3.400 afkomstig waren uit kamp Westerbork. En het is goed om hier even op te merken dat er een verschil was tussen die Joden die afkomstig waren uit Frankrijk en België aan de ene kant en die uit Nederland aan de andere kant. Want die Franse en die Belgische gedeporteerden, dat waren geen van alle Joden met de Franse of Belgische nationaliteit. Dat waren allemaal vreemdelingen, buitenlanders. Terwijl van de andere kant die Nederlandse gedeporteerden vrijwel allemaal de Nederlandse nationaliteit hadden. En er was iets speciaals mee aan de hand. We hebben ontdekt dat minstens 3/4, misschien 80% van de Joden die uit Westerbork kwamen, dat die tevoren al gewerkt, zeg maar getraind hadden in Joodse dwangarbeiderskampen in Nederland. Om ze geschikt te maken voor het zware werk in het oosten. Die West-Joden die in Kozel uit de trein werden gehaald, die werden met vrachtauto's eerst gebracht naar een van 7 doorgangskampen. En die doorgangslager waren allemaal gevestigd in kampen die langs de Rijksautobaan waren gebouwd, vlak langs de Rijksautobaan, soms maar 20 meter daar vandaan, die aanvankelijk alleen maar als functie hadden gehad de woonplaats voor dwangarbeiders die aan die autoweg werkten, maar vanaf dat de West-Europese Joden kwamen, waren dat ook selectiekampen. Kampen waarin de West-Europeanen opgevangen werden en daar kwamen geregeld
bij wijze van spreken met een boodschappenbriefje, functionarissen van de organisatie snel binnen en die stelden transporten samen voor hun klanten, voor diverse fabrieken door Silesië, van het gewenste aantal en van de gewenste kwaliteit dwangarbeiders waar ze om vroegen. Ik heb hier een kaartje toegevoegd van Opper-Silesië en daar waar de Romeinse 1 staat, aan de linkerkant van het kaartje, dat is het voormalige Duitse gedeelte van Opper-Silesië, dat nooit Pools geweest is. En u ziet, en er staat in dat kaartje staat de Rijksautobaan getekend. En u ziet dat al die kampen van 1 tot 10, er waren er een paar bij waar geen West-Europeanen waren, er waren er 7, maar er waren 10 doorgangslager, dat al die kampen vlak tegen in het tracé lagen van die Rijksautobaan. Dit is de enige foto die we hebben kunnen vinden, van de historische foto van een van die doorgangslager. Dit is het kamp Otmoet bij Krapkovic. En waarschijnlijk zijn de mannen die hierop staan geen West-Europeanen, maar is dat een foto die al in eind 1940 of begin 1941 gemaakt is. En zijn dit allemaal Poolse Joden uit Opper-Silesië hier met hun etensbakje staan te wachten tot zij een hap eten krijgen. En u kunt ook zien dat ook zij geen gevangeniskleren droegen, maar gewone burgerkleren. We hebben al die doorgangslager gezocht en gevonden op de plekken. Maar er is niks van over bijna. Die kampjes van Smelt, die waren betrekkelijk klein en daar was geen omheining omheen, zoals rondom de concentratiekampen met grote betonnen palen met prikkeldraad onder hoogspanning. Er stond een simpele, eenvoudige prikkeldraadversperring omheen. De barakken waren van hout en op dit moment is eigenlijk van de meeste kampen bijna niets meer terug te vinden. De enige uitzondering is het de grootste van de doorgangslager, Sankt Annaberg. Dat was gebouwd op een sterke helling. En om die barakken overeind te houden, hadden die barakken een stenen voet. En die stenen voeten die steekt nog hier en daar boven het hout en boven het mos uit. En je kunt dus zo aan de hand van de relicten die je ziet, kun je de omgeving van het kamp een beetje uittekenen. Wat je wel nog vindt, is bij al die kampen een massagraf. Mensen, Joden die overleden in een van die doorgangslagen, die werden begraven op een Joodse begraafplaats die het dichtst in de nabijheid was. En die hebben we eigenlijk voor wat betreft die doorgangslager allemaal kunnen terugvinden. Dit is een van de bekendste, op de Joodse begraafplaats van het stadje Gogolin. Je ziet links de grafstenen van de vooroorlogse overlijdens van Gogolin. En tussen 4 oude bomen is het massagraf waar de overleden Joden uit het doorgangslager Gogolin en uit het doorgangslager Otmoet zijn begraven. Goed. De doorgangslager waren meestal maar een kortdurend verblijf, want van daaruit werden mensen geselecteerd en overgebracht naar tientallen. In totaal, als je ze door de hele tijd bij elkaar telt, zijn ongeveer 160 kampen die door Smelt werden geëxporteerd. En in tussen de 40 en de 50 van die hebben West-Europese Joden moeten werken. Dat waren allerlei type kampen. Een belangrijke groep komen we dadelijk op terug, dat waren de Rijksbaanlager. Dat waren kampjes die in Opper-Silesië waren gebouwd om het spoorwegnet in het geannexeerde oostelijke deel van het gebied, om dat aan te passen aan de eisen van de Duitse Rijksbaan. Daar komen we dadelijk op terug. Heel belangrijk was de kolenmijn Fürstengrube. Een groot aantal arbeiders moesten kolen delven in de kolenmijn Fürstengrube in Mislovice, die nog steeds functioneert, die nog steeds bestaat. En er waren een groot aantal kampen bij industriële, bij chemische en metaalbedrijven. En het grootste wapenfabrieken en het grootste van die kampen, daar komen we ook op terug, dat is het kamp Blechhammer. Ook van die kampen is vrijwel niets overgebleven. Om dezelfde reden als die doorgangslager. De omheining is weg. De barakken waren van hout, die zijn hergebruikt als kippenhok ergens of als brandhout gebruikt.
er zijn er enkele die je nog wel kunt terugvinden. En zo is een heel bekende, is het sportscholen Langenbielo-kamp. Daar waren de gevangenen gevestigd in barakken die voor 1942 waren gebruikt als onderkomen voor de Hitlerjugend, waar ze sportopleiding kregen. En toen wij er waren op deze plek, toen hadden er tot dan toe kippen in gezeten en die waren er net uit. En toen wij op dit terrein binnenkwamen, liepen er alleen nog een paar koeien te grazen. Maar de gebouwen, volledig open en toegankelijk, daar kon je een hele goede indruk krijgen hoe zo'n kamp eruit gezien heeft en hoe mensen daar gehuisvest zijn geweest. Dit is een historische foto van de kolenmijn Fürstengrube in Mislovice. Een kolenmijn die nog al die nu veel groter is en waar heel veel gebouwen omheen staan en die nog steeds functioneel is, waar nog steeds kolen gedolven wordt, waardoor Polen nog altijd een zeer hoge CO2-uitstoot heeft in Europa. En dan deze foto, daar wil ik toch wat over vertellen. Deze is gemaakt in het Rijksbaanlager, het spoorwegkamp Tarnowitz. En dit is een idyllische foto, zou je zeggen, want hier is een locomotief gefotografeerd. Daar staan een aantal mannen met een Davidster, staan daarvoor te poseren met een schop. En het lijkt alsof ze het goed hadden. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke versluiering van de barre werkelijkheid. Want het meest moorddadige element uit de archipel van smeltkampen waren die spoorwegkampen. Mannen moesten daar in vreselijke winterkou, zonder goede kleren en zonder eten, moesten daar werken aan het veranderen en het aanpassen van het spoorwegnet in het door Duitsland geannexeerde deel van Pools-Silesië. En dat brengt ons bij deze hele belangrijke groep kampen, de Rijksbaanlager. De Rijksbaanlager, daar werden 4000 van de 9600 Joden die in Kozelek de trein werden gehaald, werden daar naartoe gebracht. En die moesten dus die spoorwegen aanpassen. En de sterfte in die kampen was extreem hoog. Ik heb hier weer een kaartje van Opper-Silesië en nu staan aangegeven de locaties, we zijn er overal geweest, de locaties waar Rijksbaanlager waren. En u ziet dat in tegenstelling tot die doorgangslager die in het westen, in het Duitse deel van Opper-Silesië waren gevestigd, dat al deze, zonder enige uitzondering, al deze Rijksbaanlager waren in het van Polen geannexeerde oostelijke deel van Opper-Silesië. Ook van deze kampen is niets over. En een van de meest gruwelijke kampen is het kamp Sopinitz. Waar dadelijk nog even op terugkom. Sopinitz was een kamp des doods. En we zijn daar geweest en wat je nu daarvan terugvindt is eigenlijk alleen maar een moddervlakte tussen twee spoorlijnen. Een moddervlakte waar de teenagers van het dorp op bromfietsen rondcrossen of op terreinfietsen. En verder volstrekt ongebruikt en onbruikbaar en een onherbergzaam gebied. En als je daar bent, kan je bijna niet voorstellen dat dit een van de belangrijkste moordplekken was in Silesië. Wat je ook bij die spoorwegkampen wel kunt terugvinden in het algemeen, zijn de begraafplaatsen. En dit is de begraafplaats bij het stadje Zator. En die is voor ons heel belangrijk, omdat hier een groot aantal Joodse mannen uit de Nederlandse provincie Limburg zijn begraven. De Limburgse mannen die werden voor een belangrijk gedeelte naar het spoorwegkamp Spiekeritz gebracht. Dat ligt 3 kilometer ongeveer van Zator verwijderd. En nadat zij massaal overleden, zijn ze in een massagraf op deze begraafplaats in Zator zijn ze begraven. En toen wij daar de eerste keer kwamen, hebben we werkelijk geweld moeten gebruiken en moeten knippen en moeten duwen voordat wij het kerkhofhekje, het begraafplaatshekje, konden openmaken. Zoveel begroeiing was er, zo verwaarloosd zag dat terrein eruit. Ondertussen is dat trouwens wel verbeterd. Van
de mensen die na al die, kampen van de organisatie Smelt zijn gebracht, zijn er uiteindelijk toch een zeer groot aantal terechtgekomen in Birkenau. En dat zijn verschillende groepen, maar ik noem er twee. Op de eerste plaats zijn er ongeveer 3000 van de 6000, van de 9600, die zijn met ziekentransporten vanuit hun kamp, nadat ze niet meer arbeidsgeschikt waren, naar Birkenau vervoerd en daar, je kunt aannemen, allemaal bij aankomst in de gaskamer vermoord. En dan is er een tweede transport. Toen, op het einde van 1943, een heleboel van die aanpassingsprojecten van de spoorwegen in het oosten van Opper-Silesië waren afgerond, gereed waren, toen heeft Schmelt een groot aantal van die Reichsbahnlager gesloten. En die mensen die daar werkten, die zijn toen in twee massale transporten van, die werden eerst verzameld in de kampen Schoppenitz en Tersbinia, en die zijn daarna met twee massale transporten van Schoppenitz en Tersbinia naar Birkenau gebracht. Daar vond, zoals dat bij andere deportaties ook gebeurde, op de Jodenrampen een selectie plaats. En van de 1400 mannen die afkomstig waren uit de treinen van Kozel, zijn er 400 ingeschreven in het concentratiekamp Auschwitz. Ze bleven daar maar heel kort, want bijna allemaal gingen die mensen die toen in Auschwitz binnenkwamen, die gingen enkele dagen later via het stamlager Auschwitz naar het nieuwe concentratiekamp Warschau. Dat was een kamp wat gebouwd was op de puinhopen van het oude ghetto van Warschau. Het ghetto waar een opstand geweest was en waardoor de nazi's in brand was gestoken en volledig in puin was geschoten. De opdracht van de Joodse dwangarbeiders, waar dus een paar honderd mensen uit de Kozelgroep bij waren, de opdracht was om de rotzooi in het ghetto op te ruimen en de nog bruikbare materialen, bouwmaterialen te recyclen. Deze Warschauwse groep, daar is de overlevingskans overigens een beetje groter dan in de andere groepen. Die Warschauwse groep die is al in juni 1944, omdat de Russen toen ongeveer Warschau bereikt hadden, op dodenmars gestuurd en die zijn uiteindelijk in Dachau terechtgekomen. Waarom praat ik hier vooral over? Dat Warschau-verhaal is vooral voor de geschiedenis van België heel belangrijk. Want er waren maar liefst drie Belgische konvooien, transport 6, 7 en 9, waar een substantiële grote minderheid, en in één geval zelfs de meerderheid van de mensen, uiteindelijk via deze weg in Warschau is terechtgekomen. Terwijl daar bijvoorbeeld nauwelijks een Nederlander is geweest. Wel uit Frankrijk. Waar ook trouwens ook weer veel België afkomstige Joden bij waren. Dit is een tekening die is gemaakt door Walter Spitzer. Walter Spitzer is een jongeman van 17 jaar in die tijd, en die heel goed tekenen kon. En die heeft in Blechhammer gezeten, zoals de meeste mensen van de Kozelgroep, die heeft zijn laatste jaar in Blechhammer doorgebracht. En die is op dodenmars, via de dodenmarsen uiteindelijk terechtgekomen in Buchenwald. En in Buchenwald was een actieve verzetsbeweging in het kamp, waarin ook heel veel Joodse gevangenen betrokken waren. En die verzetsbeweging heeft Walter Spitzer gemotiveerd om in Buchenwald te tekenen wat hij in Blechhammer gezien had. En toen heeft hij deze tekening van een zieke selectie in Blechhammer getekend. Dit is een foto uit 1944... van het allergrootste kamp van Schmelt, van Blechhammer. Blechhammer was veruit het grootste kamp en daarin, het Jodenlager Blechhammer, daar woonden de dwangarbeiders, de Joodse dwangarbeiders, die moesten werken voor de Oberschlesische Hydrier werken. De nazi's hadden geen oliebronnen, die hadden wel steenkool. En wat daar gebeurde in Blechhammer was langs chemische weg steenkool omzetten in olieproducten. Dit is een heel belangrijk kamp ook in ons verhaal, omdat van diegenen die uiteindelijk de transporten via Kozel overleefd hebben, dat van die mensen
meer dan driekwart zijn carrière, zijn kampcarrière, heeft afgesloten of als laatste smeltkamp in Blekhammer was. Dit is een beroemde foto van Yad Vashem. U ziet hier mannen met een schop die een Davidster op de rug hebben. In burgerkleren weer, dat is een teken dat het is van voor de tijd dat het kamp Blekhammer onder het bestuur van de SS kwam te staan. En die graven een gat. En dat gat is er nog. Als wij met mensen bij onze rondreizen in Blekhammer komen, dan ga ik altijd staan met die foto, precies op de rechteronderhoek van die foto. En dan zie je eigenlijk het kamp. Je moet dan de barakken erbij denken, maar je ziet het kamp precies zoals het in die tijd uitgezien heeft. Dit was uitgegraven als een bewaarplaats voor voedsel voor de winter. Zal dat wel gebruikt zijn. Maar het bijzondere is dat er zijn maar weinig acties uit de oorlog die je nu als het ware nog in vivo terug kunt zien. In het voorjaar van 1944 werd de organisatiesmelt opgeheven. En daar waren twee belangrijke redenen voor. Op de eerste plaats, ik vertelde u dat Smelt een innovatieve ondernemer was. En hij maakte winsten, en niet zo'n kleine winsten ook, met zijn arbeidsbureau, met zijn uitleenbureau voor dwangarbeiders. En dat wekte de afgunst op van de Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt van de SS en ook van Hus, de kampcommandant van Auschwitz. Die wouden eigenlijk die klanten van Schmelt en ook die arbeiders van Schmelt wouden ze graag overnemen en ook de daarmee samenhangende winsten. En dus drongen er bij Himmler op aan dat hij de organisatie Smelt, die Himmler zelf had opgericht, om die weer te liquideren en om deze kampen aan te haken bij het systeem, concentratiekampsysteem van de SS. Een tweede reden, dat de tijd was rijp daarvoor, omdat op dat moment tegen Smelt een onderzoek wegens corruptie liep, want van de royale winsten die hij maakte, was een gedeelte in zijn eigen binnenzak gegleden. En hij moest dus voorkomen voor de SS-rechtbank en heeft ook later in de gevangenis gezeten, nog in de nazi-tijd. Zo werden in het voorjaar van 1944 werd de organisatie Smelt opgeheven. Een groot aantal kampen werd gesloten en de gevangenen werden overgeplaatst naar andere kampen. En de kampen die niet gesloten werden, die werden veranderd in nebenlager, subkampen van hetzij Auschwitz, hetzij Groos-Rozen. En vanaf dat moment kregen de mannen die uit Kozel kwamen, kregen de gestreepte pyjama's aan, zoals alle concentratiekampgevangenen, kregen ze nummers op hun arm getatoeëerd, etc. De laatste dramatische episode van mijn verhaal is de dodenmarsen. Vanaf 20 januari werden alle kampen, voormalige smeltkampen, wat nu dus kampen waren, nebenlager van Groos-Rozen en Auschwitz, die moesten evacueren omdat de Russen voor de deur stonden. En die mensen gingen naar alle mogelijke uithoeken in het Derde Rijk. Er is geen concentratiekamp meer naar het westen gelegen, waar nu een aantal Kozeljoden zijn opgevangen. Maar dat waren verschrikkelijk moorddadige tochten. Er waren op 20 januari nog zo'n 2000 van de 9600 Kozeljoden in leven. En de overleving, nu is, zoals je gehoord hebt, 875 in totaal. Dus ongeveer 1200 zijn er nog bezweken tijdens die dodenmarsen. En als je dan een balans ter afsluiting wil maken, 9600 mensen in Kozel uit de trein gehaald, 873 hebben geteld. Hebben het overleefd. Van de 5000 mensen die uit Frankrijk waren gedeporteerd, hebben 550 het overleefd. Van de 1200 die uit België zijn gedeporteerd, 125. En van de 3400 uit Westerbork, ongeveer 200. Ik sluit af, bijna af, met deze foto van de begraafplaats bij Fürstengrube, bij de kolenmijn. En daar heb ik een reden voor. Dat is een grote vlakte
waar heel veel mensen die in de kolenmijn Fürstengruber begraven zijn, gestorven zijn, begraven zijn. En ze zijn, dat terrein is keurig onderhouden, kan je zeggen. Maar wat cynisch is, is dat er geen enkel teken is dat dit iets met Joden te maken heeft gehad. Er staat alleen midden op die vlakte, staat een groot kruisbeeld. Wij hebben het initiatief genomen en Serge Klaasveld heeft dat met ons onthuld in 2016. Op het perron van het station in Kozel hebben we een monument kunnen onthullen wat een blijvende herinnering en een plaats om te herinneren en een plaats om te rouwen is voor nabestaanden van al diegenen die in Kozel uit de trein zijn gehaald. En ieder jaar als wij daar komen en een kleine herdenking houden, dan doet het ons deugd dat we zien dat in dat jaar dat wij er niet waren, er wel anderen waren. Er staan altijd kaarsjes en er liggen wat verlekte bloemen die daar zijn neergelegd. En, dus het heeft kennelijk ook in de Poolse herinneringscultuur een zekere plek gekregen. Ik wil u heel erg danken dat u zo lang naar mij geluisterd hebt. En tussenstation Kozel, dat kunt u gewoon bij de boekhandel bestellen. Wij houden jaarlijks een wetenschappelijke herdenkingsreis van een hele week, waarbij we Auschwitz, een aantal nebenlager van Auschwitz, Kozel en een aantal smeltkampen bezoeken. En we zullen dan ook op een paar plaatsen een kleine herdenking houden. En als de corona het goed vindt, dan zal de volgende reis tussen 4 en 10 september van dit jaar zijn. Maar, u kunt daar informatie over vinden op onze website www.holocaustlimburg.nl. En er is een filmdocumentaire gemaakt, die kunt u ook op internet vinden onder de titel Monument voor de Laatste Reis. En daarmee ben ik aan het eind van mijn verhaal gekomen. En die documentaire is gemaakt met de zoon van een overlevende, ja, van de deportaties.